Je krijgt een standbeeld volgens mij hier in Onderdijk. Nou ja, zo wil ik het niet zeggen. We hebben het natuurlijk als een team gedaan. Hè, en als collectief. Ik vond het echt een collectieve prestatie. En ja, ik hou natuurlijk een paar goede ballen eruit. En een beetje geluk gehad met de palen, hè? Absoluut, ja. Die jongens schoten hem hier vrij eraf, binnenkant paal en tegen de andere paal eruit. En ook de hoekschop, hè? Die ging er ook bijna in. De hoekschop ging er bijna in, maar ja, op dat moment moet je een beetje geluk hebben. En, ja, dat dwongen we vandaag wel een beetje af. Een beetje handbalverdediging was het, hè? Ja, klopt. Maar ja, tegen dat soort snelle jongens aan de buitenkant van alles voorwaard en zoveel zit zoveel voetbal in. Dat je, ja, je moet je er een beetje op instellen en dat hebben we ook dinsdag, donderdag op de training ook een beetje geoefend en gedaan. Piet Wiersma die zei tegen mij, over 2 jaar spelen ze hoofdklasse Alwis Verwoerd, de trainer van KGB. Ja, zo wil ik het niet noemen. Ze waren natuurlijk ook heel lang in de 4e klasse. De mentaliteit daar, dat is natuurlijk wel altijd, als het niet lukt, dan zeuren ze vaak op elkaar. En ja, als dat eruit gaat, dan is het echt een ploeg die zo in de hoofdklasse zou kunnen voetballen. Zeker weten. Ze hadden ook toch een vervelende situatie met je collega, hè? Want ja, die is toch afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja, had je ook, kan altijd gebeuren, hè? Ja, absoluut. Ja, heel sneu voor de keeper. Ik hoop dat alles goed met hem gaat, dat alle onderzoeken, ja. Dat... Maar jullie halen 1 punt hier en eigenlijk is voor jullie eigenlijk een punt met uitroepteken. Ja, absoluut. Dit is prachtig. Ja, 5-1 vorige keer verloren van Flevo, dat was natuurlijk een beetje geflatteerd. En 6-1 in Horen. Ja, en 6-1 in Horen. Ja, daar hebben we natuurlijk een beetje van geleerd en een beetje op ingesteld van ja. Er was een rust 1-1 en ik denk, nou, jullie gaan winnen. Ja, dat zeiden wij nu ook weer in de kleedkamer. Hey, jongens, we gaan goed de eerste helft uit en nu de tweede helft weer scherp. En ja, het eindigde natuurlijk een beetje raar dat de scheidsrechter eerder afvloot, maar... Kijk, en jullie hebben de tweede helft dan nog eventjes eerst nog 5 minuten blessuretijd van de eerste helft uitgespeeld. Ja, klopt. Ja, ja, dat was een beetje vreemd, maar met al... Ik vind het niet vreemd, want ik bedoel, er waren behoorlijk wat verdrietige toestanden. Ja, absoluut. Maar de jongens hadden ook kunnen zeggen van we gaan naar huis, maar de grote klasse van alles voor dat ze toch door zijn gaan voetballen. En al met al een mooie, prachtige dag zo. Ja, het zonnetje schijnt voor Onderdijk. Ja, absoluut prachtig. En de voorzitter is er niet eens. Waarschijnlijk zitten te luisteren naar de radio, want ik heb hem getipt, Kees. Dus hij weet donders goed hoe de stand is geweest, want we hebben ook radioverslag gedaan. Kees, veel plezier daar, hè. dat is niet live. Nee, al met al prachtig. Echt, hier kunnen we weer mee verder. Oké, volgende week. Ja, gras op eens uit mijn hoofd. Dus dan moet het, als we die winnen, dan doen we weer goede slaken. Dan kunnen we aansluiten bij hun. En, nou ja, 1 april hier in Thuis, hij heeft zaterdagavond tegen de grootste concurrent hier uit, uit de regio. De Kuiters tegen de Gommers. Ja, absoluut. Ja. Helaas ben ik er dan niet bij. Nee, ben je met vakantie? Ik ben inderdaad dan met vakantie. Ja, heel spijtig en jammer. Echt... Ja.